Ik ben Nienke Veuring, ik ben 22 jaar en ik ben gemeenteraadslid voor Lokaal Almelo Samen, hier in de Raad van Almelo. En ik sta op plek nummer 2 voor Samen Lokaal Twente voor Provinciale Staten. Uh, je bent onlangs weer teruggekeerd in de gemeenteraad, omdat ja. je vijf maanden weg bent geweest. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben vijf maanden naar Ierland geweest, naar Dublin heb ik gewoond. En daar heb ik gewerkt in een verslavingskliniek voor vrouwen, de SIL Project. Geweldig werk. Um, daar rondgelopen. Die vrouwen zijn zo inspirerend. En uh, daar eigenlijk vijf maanden gezeten. En toen kwam ik weer terug. Uh, waarvoor was dit verblijf? Voor mijn studie toegepast psychologie. Ik Zit nu in mijn laatste jaar. En waarom heb je voor Dublin gekozen? Uh, ja, Engels is natuurlijk wel mijn tweede taal. En in Nederland blijven wilde ik niet. En voor Engeland heb je een visa nodig. En ik wou niet naar de andere kant van de wereld. Dus dan blijft Ierland zo een beetje over. Wat vond je bijzonder aan, uh, aan je verblijf? Um, de humor van de Ieren. En uh, de natuur was echt geweldig. Ik heb een paar uh, cliffwalks gedaan. Die waren heel mooi. En je zit daar gewoon lekker aan zee. Dat ben je hier niet, in, uh, niet gewend in Almelo. Dat je vol aan de zee zit. Uh, ja, dat. Wat, wat was de reden dat je gekozen hebt voor de verslavingskliniek? Um, kijk, in mijn studie. Praat je eigenlijk vooral met je leerlingen of met je medeleerlingen, met je studenten? Praat je over kleine problemen? En ik wou toch wel iets doen waar ik nog niet eerder wat mee had gedaan. En ik heb nog nooit wat gedaan met verslavingen. En dat leek me wel heel bijzonder om daar dan een doelgroep van te pakken die een hele andere dynamiek heeft. Dus bijvoorbeeld alleen vrouwen. Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan in Ierland? Uh, ik heb echt een stapje terug moeten doen. Want als je hier zo in Nederland zit en je zit in de gemeenteraad, ben je ook heel veel bezig met wat, wat ben ik nu aan het doen? Wat, wat, waar ben ik mee bezig? Waar, hoe moet ik mijn tijd indelen? En Ieren zijn heel relaxed. Dus eigenlijk kom je daar en het, je doet een stapje terug en je laat het allemaal over je heen komen. Wat die vrouwen daar ook doen en wat de medewerkers daar ook doen. Je laat het over je heen komen en je gaat en je ziet wat de dag je brengt. Want de ene dag is gewoon beter dan de andere dag. En dat accepteren we gewoon allemaal daar. Zoals dus als je een keer een dag ziek bent of je hebt een... Uh, Mental health day nodig, dan is dat oké. Okay, want die hebben we allemaal nodig. En in Nederland gaan we erg hard. En daar allemaal net iets rustiger. Hoe was het om na vijf maanden weer terug te keren in Almelo en in de gemeenteraad? Heel vreemd. Heel vreemd. Ten eerste omdat ik niet meer gewend was om constant Nederlands te praten. Dus dan moet je echt weer nadenken over je woorden. En je moet gewoon weer een heel ander leven wennen. Ook heb je dat je hele leven gedaan, het opnieuw wennen is toch heel vreemd. Je hebt je hart verpand aan Ierland? Ja, ik ga deze zomer ga ik weer terug. Ik heb de vrouw daar beloofd dat ik terugkom om het weekend weer te helpen. Want ze hebben het weekend brunchjes voor de vrouw die geen geld heeft om eten te kopen. En ik denk, ik kom een weekend, neem mijn vriendin mee en dan gaan we nog een keertje helpen en even hallo zeggen. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt.